Oké. Denk even aan iets wat je heel graag zou willen doen, maar waar je bang voor bent om fouten te maken of dat je continu maar aan het herhalen bent van, nou, zo moet ik het doen, zo moet ik het doen. Dat je dus continu maar aan het overdenken bent voordat je iets, voordat je actie onderneemt. Er is vast wel iets. Wat je kan bedenken. En als je dat nog niet in gedachten hebt, dan zet je deze video even stop. En dan ga je eventjes naar je hart. Ben je heel even stil. En dan komt er als vanzelf komt er vast iets op. Dus ik ga er nu even vanuit dat je iets hebt wat je in je gedachten hebt van ja, dat wil ik heel graag doen, maar eigenlijk ben ik continu aan het uitstellen. Of ik ben gewoon dat je echt bewust bent van je angst. Of dat je continu maar eigenlijk aan het in je hoofd het aan het perfectioneren bent. En het malen van, nou, kan ik niet beter dit doen? En zal ik niet beter dat doen? En nou, dat je dat, een voorbereiding is nooit erg, maar dat je daar alleen maar in blijft zitten en al een tijdje geen actie onderneemt. Ik ga ervan uit dat je die nu hebt. En dan mag je gewoon met me meedoen. Als je geen EFT kent, geeft niks. Ik begeleid je er nu helemaal in. En wat ik al eerder zei, je kan het gewoon op mijn Facebook, of Facebook, op mijn website kan je meer vinden over wat EFT precies is. Ja, nu kan je gewoon meedoen. Dus adem even diep in door je neus. En blaas uit door je mond. En wacht met inademen net zo lang totdat de inademing komt. Je hoeft namelijk voor een inademing nooit iets te doen. Die komt als vanzelf. Breng je aandacht naar je buik. En kijk of je je ademhaling wat lager kan brengen. Laag bij je buik. Voel even hoe je schouders zijn en misschien kan je je schouders nog wat meer ontspannen. Word jij gewoon even gewaar hoe je erbij zit. Vaak zijn we het niet eens hebben het niet eens in de gaten hoe hoog onze schouders kunnen zijn. Op het moment dat je er even aandacht aan schenkt, denk je, oh ja, nog een stukje zakken. Denk nu aan datgene waar jij. Nou, waar je jezelf in tegenhoudt om te doen wat je heel graag wil doen. Ja? Denk daar gewoon even aan. En wat voor een cijfer geef je jezelf aan de weerstand of de angst die je voelt om datgene te gaan ondernemen wat je toch eigenlijk wel graag wil? De weerstand of de angst. Wat voor een cijfer geef je daaraan? En als je pen en papier bij de hand hebt, dan schrijf je dat even op. Misschien voel je wel een enorme spanning erbij. Wat voor een cijfer geef je daaraan? En met weerstand bedoel ik dus de weerstand om het uit te voeren, om het te doen. Dus dat je continu maar eraan blijft te denken om het te verbeteren in je hoofd. Ja, dus dat bedoel ik met weerstand. Nou, schrijf het cijfer even op. En dan begin je te kloppen en dan noemen we dit het karateslagpunt. Dus onder je pink en daar klop je met 3 of 4 vingers op. En dan herhaal je me in gedachten na. En dan zal ik zo direct zal ik nog op andere punten kloppen. En dat doe je gewoon even met me na. En je herhaalt me hardop of in gedachten wat voor jou het meest fijne is. Ja. Ondanks dat ik mezelf ervan weerhoud. Om actie te ondernemen. Om dit te gaan doen. Geef ik mezelf toestemming om te ontspannen. Ondanks dat ik twijfel of ik dit wel moet gaan doen.
Of dat ik wel goed genoeg ben om dit al te doen. Ik geef mezelf toestemming om te ontspannen. Ondanks mijn grote twijfel en angst, bewust en onbewust. Of ik dit, wat ik zo graag wil doen, wel zal ondernemen. Of dat ik niet iets moet doorleren of nog moet overdenken. Ik geef mezelf de toestemming om te ontspannen. Tussen je wenkbrauwen. Ik twijfel naast je oog en voel angst. Onder je oog. Ik twijfel onder je neus en voel angst. Op je kin. Ik kan het nog niet. Op je sleutelbeen. Ik ben er nog niet klaar voor. Onder je arm. Ik ben er nog niet klaar voor. Op je hoofd. Ik ben er nog niet klaar voor. Tussen je wenkbrauwen. Ik ben er nog niet klaar voor. Naast je oog. Wat zullen ze wel niet denken? Onder je oog. Wat zal er wel niet gebeuren? Onder je neus. Ik voel me er nog te dom voor. Op je kin. Ik moet nog veel meer bijleren. Op je sleutelbeen. Ik twijfel. Onder je arm. Ik twijfel. Op je hoofd. Ik weet het gewoon niet zeker. Tussen je wenkbrauwen. Misschien is dit helemaal niet voor me weggelegd. Naast je oog. Misschien is het gewoon helemaal niet voor me weggelegd. Onder je oog. Misschien is dit wel helemaal niet voor me weggelegd. Onder je neus. En misschien voel je nu weerstand om dit allemaal na te zeggen. Op je kin. En des te meer weerstand je voelt op je sleutelbeen, des te meer ik je wil uitnodigen om door te gaan. Onder je arm. En ook al voel ik de weerstand op je hoofd, ik geef mezelf de toestemming. Tussen je wenkbrauwen, om te ontspannen. Dus herhaal me, naast je oog. Ik geef mezelf de toestemming. Onder je oog, ondanks al deze gedachten, onder je neus, bewust of onbewust, op je kin, om te ontspannen. Op je sleutelbeen. Ik geef mezelf de toestemming om te ontspannen. Om die arm, ook al denk ik wat ik denk. Op je hoofd. Ik geef mezelf de toestemming. Tussen je wenkbrauwen om te ontspannen. Naast je oog. Ik geef mezelf de toestemming. Onder je oog. Om te ontspannen. Onder je neus. En adem even goed door. Goed naar je buik. Zak met je aandacht en adem naar je buik. Op je kin. Op je sleutelbeen. En blijf met je aandacht bij je buik. Het kan zijn dat je misschien moet gaan boeren of gapen of dat je tranen krijgt. Dat kan met of zonder huilen zijn. Het kan ook zijn dat je moet lachen. Onder je arm. Weet dat dit allemaal uitingen zijn van loslaten, bevrijding. Op je hoofd. En dit is heel normaal als je EFT doet. Dus je wenkbrauwen, blijf met je aandacht bij je buik. Als je aandacht afdwaalt naar gedachten of naar je hoofd of naar gewoon naar heel andere dingen, is dat helemaal niet erg. Naast je oog. Laat dat er gewoon zijn.
onder je oog. En op het moment dat je in dat je bewust bent, dan ga je weer met je aandacht liefdevol naar je buik, zonder oordeel. Onder je neus. Op je kin. En herhaal me hardop of in gedachten. Misschien ben ik onbewust, sleutelbeen, een beetje bang. Onder je arm. Misschien ben ik onbewust of bewust, op je hoofd, een beetje bang. Dus je denkt, nou, ik geef mezelf toestemming om een beetje bang te zijn. Naast je oog. Ik geef mezelf toestemming om juist heel erg bang te zijn. Onder je oog. Het is helemaal oké om bang te zijn. Onder je neus. Het is echt oké om bang te zijn. Op je kin. Er is niets mis met mij, ook al ben ik bang. Sluit mee. Alles wat nieuw is, of anders, om die arm, is spannend. Op je hoofd. En is helemaal oké om bang te zijn. Dus je denkt, nou, ik mag bang zijn. Naast je oog. Ik mag bang zijn. Onder je oog. Ik mag bang zijn. Onder je neus. En zucht maar even lekker uit. En voel die opluchting van alles in jou. Sleutelbeen. Dat het helemaal oké is om bang te mogen zijn. Om die arm. Het maakt je niet gek op je hoofd. Het maakt je niet dom op je sleutelbeen. Het maakt je niet raar naast je oog. Het maakt je menselijk. Om die oog. Het is helemaal oké om bang te zijn. Om die neus. Ik ben oké. Herhaal me maar hardop of in gedachten. Sleutelbeen. Ik ben oké. Sleutelbeen. Oh ja, dit is op je kin. Sleutelbeen. Ik ben oké met wie ik ben. Onder je arm. Ik ben nieuwsgierig. Op je hoofd. Ik begin steeds nieuwsgieriger te worden. Dus je wenkbrauwen. Beetje voor beetje. Naast je oog. Zet ik mijn nieuwsgierigheid aan. Onder je oog. Wat valt er nog meer in mezelf te ontdekken? Onder je neus. Zodat ik kan doen wat ik wil doen. Je kin. Vanuit plezier en nieuwsgierigheid. Sleutelbeen. Bij elke tap een beetje meer. Onder je arm maak ik mijn nieuwsgierigheid wakker. Je hoofd. Ik nodig mijn nieuwsgierigheid uit. Sleutelbeen. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Naast je oog. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Onder je neus. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Onder je neus. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Op je kin. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Sleutelbeen. Het is oké om nieuwsgierig te zijn. Dan mag je even stoppen met tappen. Even adem in en uit. Sluit even je ogen en voel even na. Wat is je cijfer nu? Kijk of je cijfer is... Nou ja, het kan gestegen zijn. Weet dat het enige wat je dan nodig hebt is gewoon nog even wat vaker deze sessie doen. Dus dan nodig ik je toe uit. Als hij gelijk is gebleven, is het dezelfde tip. Het kan ook zijn dat je andere woorden nodig hebt. Dat als je het nog een keer doet en er komen andere woorden bij je op, gebruik die dan. Maar vaak als er nog geen beweging in zit, heb je gewoon net even wat langer deze EFT-sessie nodig. Want het is nu maar een kwartiertje.
Ja. En als hij lager is geworden, nou ja, dan ga je kijken of je er wat verder mee aan de slag wil. Of dat je nieuwsgieriger wordt naar nog meer mogelijkheden voor jezelf. Ja? Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen. En te ontdekken hoe jij van je faalangst af kan komen. En des te vaker je deze sessie gaat doen, des te meer je zal merken dat er iets in je opgelost wordt. Dus ik wens je heel veel succes. En als je vragen hebt, weet je me te vinden. Fijne dag. Bye bye.